De Vrij komt voor Kiznichenko, die hier nu alsnog weg kan. Naar die handige hakbal. Een nieuw duel tussen die twee, De Vrij en Kiznichenko. Het lichaam gebruikt door De Vrij, maar wel de eerste hoekschop voor Kazachstan. Hier is een kopbal en het is een doelpunt voor Kazachstan. Abdulin. 0-1. Robben. Snijder. Weer een goede voorzet nu misschien. Lens van Persie. En nog een keer van Persie. Hier komt Klaas-Jan Huntelaar. En hij moet een afgang hier zien te voorkomen. Blind. Van Persie. Nee dus. Grootste kans op de gelijkmaker. Affalay. Geen buitenspel. En dus is hij daar. Klaas-Jan Huntelaar. Nou, het is wel wat gelukkig. Want het ruikt naar buitenspel. Oeh, dat is een smerige overtreding van Dolcev. En die moet dus vertrekken. Belachelijke tackle van achter bij Affalay. En Matej Zhou uit Slovenië geeft hem terecht de rode kaart. Vol op de Achillespees. Robben. En de lat dus. Oeh. Snijder. Robben. Nog een keer. Robben. Nu dan? Nee. Twee keer dichtbij. Twee keer niet. Weer Robben. En Huntelaar. Huntelaar. Redding Mokin. Kazachstan wankelt, maar ligt nog niet om. Robben. Ver eerste paal. Huntelaar tweede. Bal valt er precies tussenin. Nog een keer Affalay. Drie keer scheepsrecht. Wat een rentree toch voor Ibrahim Affalay. 2-1. Komt er nog een derde? Dat is eigenlijk de enige vraag. In de laatste minuten van deze wedstrijd. Geen strafschop. Of nu toch wel. Hij geeft hem dus op aanwijzingen van de man achter het doel. Van Persie, 3-1. Het ging zeker in de eerste helft zeer moeizaam. En of het daadwerkelijk winnen plus is geweest is maar de vraag. Maar gelachen wordt er wel. Na deze 3-1 zege van Nederland tegen Kazachstan.